contractiedagen zijn een beetje vergelijkbaar met een voetbalploeg die in voorbereiding van het nieuwe seizoen op afzondering gaat. Wij doen dat ook voor twee, drietal dagen en het zijn zeer gevulde dagen met een druk programma waarbij heel veel verschillende facetten van het parlementaire werk aan bod komen. Het is zeer leerrijk. Zeker als nieuweling is het een zeer bruikbare tool voor ons om in de toekomst te kunnen in praktijk brengen. Als nieuw verkozene kan je moeilijk inschatten wat u te wachten staat vanaf dat het parlementaire jaar van start zal gaan. We proberen ons daar toch zo goed mogelijk op voor te bereiden. En positief vind ik toch wel dat onze partij daar vooral in investeert om de nieuwkomers toch ook een beetje wegwijs te maken in dat kluwen. We zijn heel snel gegroeid, dus heel veel nieuwe mensen, zeker na de laatste verkiezingen. En dan is dat hier ideaal om elkaar een keer te leren kennen. En een tweede punt is natuurlijk dat we ook inhoudelijk op een paar thema's gaan werken. Rond het Vlaams regeerakkoord dat nu gesloten is, de federale onderhandelingen. En nog een paar zaken waar we het samen over hebben met alle groepen. We hebben een beetje mediatraining gehad. Gisteren hadden we uitleg van de fracties, zowel voor het Vlaams parlement als federaal. Dus dat was nog een goede opfrissing, nog eens van het regeerakkoord. En dan ook weten waar de federale onderhandelingen over gaan. Ik merk aan het enthousiasme dat men, tenminste in mijn groep, de manier waarop de mensen de discussies en de debatten volgen en de uiteenzettingen, denk ik dat, dat we een hele hoop enthousiaste mensen hebben. We staan te trappelen, want na die periode van campagne en dan ook onderhandelingen is natuurlijk het reces gekomen. Dat duurt helaas iets te lang naar veel mensen hun zin. En het is wel tijd dat nu het parlementaire jaar begint. En ik denk dat er heel veel mensen echt wel klaar voor zijn.